Om de cruciate wallis test uit te voeren, gaan we naar Analyze en naar Non-Parametric Test. Ga naar de Independent Samples. En naar Fields. En zet onder Test Fields de afhankelijke variabelen. En onder Groups de onafhankelijke variabelen. Bij Settings kun je bij de Customize Test aangeven dat je de cruciate wallis one-way ANOVA wil doen. En wat voor post-hoc-toets er uitgevoerd moet worden. En in dit geval vergelijken we alle condities met elkaar. Paste de syntax. En run deze vervolgens. En voor de volledige output dubbelklik je op de output. En vervolgens krijg je alle benodigde resultaten.